Ja, hebben jullie goed gezien. De open haard brandt, goedenavond. En de vlag is klaar en ja, we zitten nog steeds lekker in ons huisje. Hondje zie je zo, Dinant is erbij. En ja, Willem en Trilby hebben hun huisje verkocht. Die van ons komt eind van deze maand komt die in de verkoop. Dus bij Makelaardij Groningen. Dus als je belangstelling hebt, gewoon even contact opnemen tegen die tijd. En dan kun je gewoon lekker misschien wel even kijken wat je ervan vindt. In ieder geval, wat hebben we van de week allemaal gedaan? Nou, we zijn naar Beiden geweest. Daar heb ik geen filmmateriaal van. Helemaal vergeten, maar ja, dat gebeurt als vlogger. Maar we zijn ook naar de kampeerhallen geweest. En ik heb hier gewandeld en nou ja, noem maar op. We hebben gewoon hele leuke dingetjes gedaan. Maar ik denk dat jullie gewoon moeten kijken naar de film. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. En nieuwe abonnees, hartstikke welkom. Dankjewel. En geef rustig een duimpje. Abonneren is hartstikke gratis. En een reactie, kom er maar mee. Ik reageer. En onze oude abonnees natuurlijk. Jongens, ik ben zo blij dat jullie er allemaal nog zijn. Maar als jullie er zijn, zijn wij er ook. Dus ik zou zeggen, veel plezier met de film. En tot volgende week. Waar zijn wij hier? Wij zijn bij Willem en Trilby. Maar Willem is jarig. Willem is nog maar 85 geworden, toch? Ja. Oh nee, 58. Ik heb al een leesbril nodig. Ja, dat is hard, Gita. Ja, dat gaat hard, Willem, hoor. Lieve Willem. Hoera, samen je verjaardag vieren. Wens je samen met Trilby nog vele mooie camperreizen. En liefde en gezondheid. Dikke knuffel, Martin en Anneke. Hartstikke mooi. Dank je wel. Hey mannen, zijn jullie er ook? Ja, gezellig, ja. Ja, we zijn weer samen, hè. Trilby is er ook, joh. Hey Tril, je bent er ook. Anneke is er ook. En waar blijven die kindertjes dan? Die komen zo. Ja, Gino moet nog werken tot half 4. Oh. Dus ik kom pas tegen 4:30. Nou, gezellig. Wat dacht, ik kan niet langer volhouden. Laat ze hier maar in komen. Ja, laat maar komen. Van mannen, neem je stom hier de hele band daar. Oh, dat is stom. Dat is wel zo gebeurd. Gezellig, we maken een hele leuke middagavond van met z'n allen, nog niet. Kindertjes komen dat straks. Dat mooi man. Nou, gezellig. Wij vonden het heel moeilijk om een cadeautje van jou. Ja, dat weet ik. Iedereen zit er altijd moeilijk voor mij. Dat is heel moeilijk. Maar in ieder geval stink ik erop of niet meer. Hoe ben je dat gewoon van die stinkerijden? Maar moet daar een volgorde gegeven worden? Ja. Dit is iets speciaals voor jou, want jij bent echt een badderaar. Mij gehoord. Dus dit is heel speciaal voor jou. Ja, jullie graag met je dikke grond gewoon lekker in bad. Dat die tarros eraf weken en zo. Ik zat nog nergens. Ik denk, ik ga hier zitten, want dan kan ik makkelijk over zo heen. Maar ja. Die pleeg gewoon in bad. Ja. Zo mooi, en als je ziet, dan is het helemaal dat ik pak niet deze. Nee, maar maakt me niet uit waar ik zit. Deze pak je erbij. Die heb je nodig. Want al dat bruin van Spanje waarop je hoofd zit, kun je hiermee afspoelen. En hier maak je hem glad mee. Met de andere kant, met dat seempie, dan kan je mooi op je klets en dan maak je die droog. En als je uit het bak komt, dat is warm, hè? Als je slagroom, uit bak komt, hè? Dan heb je deze nodig. Slagroom? Slagroom? Ja, een slagroomgebakje. Martin? Ja, is goed. Ja, Tineke? Slagroom of kompoes? Oh, kompoes. Ja? En daar hoort deze bij. Oh, dan ga je Tsjechië roken natuurlijk. Ja, nou, Tsjechië roken natuurlijk. En die pakt hij er ook bij. Maar goed, een beetje van badden en rook en koolhaartje krijg je honger. Ja. En aangezien jij een hele mooie barbecue hebt op gas, heb jij die ook nodig om de boel, hè? Waar heb je dat allemaal weggehaald, joh? Ja, jongen, weet niet weet. Je moet nog bij om ja. De vraag is gebeurd. Dat speelt alweer in de kop. Ja. Dat is nog niet leeg, ja. Nee, jongen.
Ja, dan heb je natuurlijk wat. En dan is die barbecue weer vies. Dan heb je de ene weer nodig. Dat komt wel op de plek, hoor. En dit, ja, ik denk dat je dit wel fijn vindt. Trilby kan hem gebruiken, jij kunt hem gebruiken, je kunt hem ook samen gebruiken. Een Fluffy? Ik wou zeggen, ik ben spannend. Ik vind het wel spannend. Het is wel handig om hem op te hebben. Dit is handig, precies. Die zet hem gewoon aan de buitenkant waar je de kabel in hebt. Ja. Dan zet je hem daar erin. En dan kun je twee fietsen opladen of weet ik ervan wat. Ach, ja. Nou, en als die het nou niet meer doet, dan heb je dit nodig. Ja, ik schud het zo de bal. Ja, ja, ja. Dat is wel mooi dat je weet dat het is. Nee, dat is wel weer water. Nou, en als je echt allemaal niet meer fietsen... Ah, nou maar voor bom. Nee, die kan... Dan pak steeds en goest er alles in en goest alles voort. Oh. Het is mooi graal weer. Of nou, dat. Zo is dat. We gaan nu met Willem en Trilby naar Roden. Willem kan eindelijk een nieuwe stoel uitzoeken. Voor de oude prijs, begreep ik. En... Nou, dus we gaan even naar Roden en misschien vind ik ook nog wel wat. Is er weer iemand in de stijgers? Maar ik zal daar verder niet over uitweiden. Dit is het huisje van Willem en Trilby en die is nu verkocht. En nou gaat die van ons onder de hamer. Dus ik ben heel benieuwd. Bij Makelaardij Groningen. Dus die komt eind deze maand. Dat is ook een stuk van het park natuurlijk. Daar zijn de meeste huisjes wel verhuurd. Nou, daarachteraan. Daar loop je het bos in. En dan kun je prachtig wandelen. Moet ik eerlijk zeggen. Kijk eens, wie komt het eraan? Willem en onze Gino. Hey, lieverd. Hi. Hi, schat. Jij ga je ook mee, hè? Gaan we heen, Willem? Geld geven. Ik ook? Ja, jij ook. Oké. Okay. Gaat hij heen? Geld geven. Hé, hey, zijn daar ook van die klompen? Ja. Hé, hey, Triel. Hi. Goedemorgen, lieverd. We gaan naar Roden. Yes, kapel, ja. Roden. Komen we aan. We komen eraan. De dames zijn jassen aan het passen. En dan ga je zin, man. Nee, ik vind het niet leuk. Vind je niet leuk? Nee. Oh, het staat je zo goed. Ja, dat is een hele mooie, moet ik eerlijk zeggen. 100 euro, we nemen mee. Is het dezelfde? Dat is dezelfde in donkergroen. Oh, mijn god. Ja, ik neem jullie. Ze weer en Tril. Wil wel. Tuurlijk wil dat. Jij kunt dat. Ik kan dat, jij kunt dat. Ja. Nou, goed gekeurd. Ja, je wou nodig heen, hè, zei je. Een beetje plukjes. In Spanje al. Ja. In Spanje hebben we niet gedaan. Nee. Dus ik denk, dat kunnen we nou wel doen. Ja, we zijn even op de fiets naar Westerbork gegaan. Ja. Haar studio Bork. Nou, we zullen zien wat het wordt, hè. Spannend. Spannend. Dat is altijd zo spannend. Ja, en nou mag ik naar weg. Wat ben je nou aan het doen, Tineke? Ik heb zwaar werk. Ja, hè, heel zwaar. Ja, ik zie het. Ik heb hele mooie folies. Ja, ik zie het.
Die ook? Ja, leuk. En dat moet ik aangeven, en anders krijg ik ontslag. Ja. Maar dit is voor mijn blonde vlok. Ja. Ja. Leuk, dat staat wel leuk. Je kan ook zo naar carnaval. Je hebt hele vrolijke folies heb je erin. Ja, ik weet het. Je zegt wel weer rare dingen, Wil. Maar blij zijn jij dat je geholpen hebt. Ja, dat klopt alweer. Ik had er weer energie. Meneer, dan was het sneller klaar. Ja, precies, dat is wel. Alweer even shaven, want ik heb handschoenen aan. Dat ben ik zo gevoelig, hoor. Echt, hè, Tieneke? Kapsalon Burk. Bork. Burk. Bork. Ja, Burk. Ja toch, op zijn Drents, op zijn Drents is Burk, hè? Ja. Nou, dat is Jolien. Maar niet op zijn Engelse Burk. Dit is Jolien, die heeft mij even weer to normal gebracht. Die heeft dank u namens de feestcommissie. Ja, nou hartstikke mooi. Voor de ondersteuning. Ja, nou, ja. Ik heb alleen maar koffie gedronken hier. Ja, lekker, gezellig. Wat heeft Dinant hier gedaan? Kijk, Dinant heeft een ophangsysteem gemaakt voor de zonnepanelen. Extra zonnepanelen die je kunt aansluiten op de 12 volt en buiten kunt neerzetten voor extra energie. Pip, lig je lekker op de bank? Mag je daar liggen, mijn baasje? Je zit naast baasje, hè? Ja, dan moet je wel heel zielig kijken, hè, als je daar mag liggen. Ja, want normaal mag jij niet op de bank, hè? Nee. En nou ben je een beetje zielig zeker om... Met jou een aai en zo. Zo, hè? Ja. Ze is ook zo lief. Nou, ga dan nog maar even slapen, hè? Doei, lieverd. Goedenavond. Nou, jullie hebben de vlag weer gezien. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En volgende week hebben we natuurlijk weer nieuwe avonturen. En wat we allemaal beleven hier nog. Dus ik zou zeggen, kijk volgende week gezellig weer en we zijn er weer bij. Hey, hele fijne avond iedereen, fijn weekend en tot gauw. Doei doei.